Welkom bij de NEC-update. Leuk dat je weer kijkt richting de belangrijke wedstrijd. De halve finale van de KNVB-beker. Dinsdagavond om 8 uur wordt er afgetrapt in Leeuwarden. En dan kan NEC weer eens na 25 jaar de finale halen van de KNVB-beker. Kortom, spanning bij supporters. Misschien al weken dat je hier naar uitkijkt. En hoe zit het dan bij de spelers? Gezonde spanning, denk ik. Ja, het is een fantastische wedstrijd. De halve finale. Ik ben er nu heel dichtbij. Dus, maar goed, ik denk niet dat wij te veel spanning moeten hebben. Maar een beetje gezonde spanning, dat is goed. Gezonde spanning is er altijd. Dus we zijn scherp met z'n allen. Nou, ik denk dat iedereen dat heeft. Gezonde spanning, dat heb je altijd voor een wedstrijd. Maar nu weet je, halve finale beker. Ja, hoe vaak speel je dat als speler? Niet zo vaak, denk ik. Dus dan is er, denk ik, wel sprake van een iets andere spanning. Alleen ik denk door gewoon met elkaar voor te bereiden dat er op een gegeven moment ook wel een beetje weggaat. En als je morgen speelt, heb je er geen last van. Ja, je zegt vooral speler, maar ook als trainer is dat toch zo? Nee, ja, tuurlijk. Het is voor mij ook een mooi affiche. Halve finale beker. En zeker in de vibe waarin wij zitten, in de manier waarop wij spelen, ja, is dat heel positief. En dat voel ik zelf ook wel. Alleen in voorbereiding is er niks anders dan bijvoorbeeld Volendam of afgelopen weekend. En dat moet, denk ik, dat moet ook voor de spelers duidelijk zijn. Ja, voor Mees Hoedemakers is het helemaal een bijzondere wedstrijd. Want die speelde vorig seizoen nog bij Cambuur. Dus gaat nu weer terug. Heeft hij dan berichtjes gehad, appjes gehad? Zeker, ja. Ik heb aardig wat appjes gehad. Die gasten al lange tijd niet gezien. Veel vrienden daar, dus veel bekende mensen. Dus dat is wel leuk om die weer te zien. Ja, en wat krijg je dan van appjes? Gewoon niet eens veel zeggen. Maar gewoon wat smileys of dat soort dingen. Ja, dat is, en een paar appjes van dat ze het leuk vinden dat ik weer langskom. Ja, je komt even langs. Hoe leeft het daar? Heb je daar een idee van? Enorm. Kaarten uitverkocht, heb ik al gehoord. En voor hun natuurlijk ook een uniek moment. Dus het leeft daar enorm, zeker. Ja, hoe keek je naar die loting? Dacht je toen het eruit kwam van leuk? Of dacht je van oeh? Ja, ik dacht wel leuk, eerlijk gezegd. Ja, het is wel, weet je, het zal een lastige wedstrijd worden. Daar kan het ook spoken en dat weet ik als geen ander. Maar ik denk dat we een goede kans maken natuurlijk om daar te winnen. Dus daar kijk ik wel enorm naar uit. Ja, en sinds zaterdagavond is ook iedereen bezig. Ja, hoe gaat het met Dirk Proper? Hij verliet natuurlijk geblesseerd het veld. Dat zag er niet goed uit. Dat zei de trainer ook na afloop al. Dus die zal morgen niet spelen. Nee, die kan niet spelen. Nee. Nee, dat was wel een medisch wonder geweest als hij had kunnen spelen. De onderzoeken lopen nog, maar die is er nu en vrijdag zeker niet bij. Nee, dan zou ik zeggen, ja, dan heb je Lasse Schöne. Maar is dat dan de zekerheid dat die start? Er zijn meerdere opties. En de opstelling die zal ik ook niet geven. En dan die andere vraag. Wie gaat er keepen? Jasper Sillissen keept. Nou ja, ik weet niet of dat een bijzondere keuze is. Uiteindelijk hebben we per wedstrijd bekeken. Dat is ook echt zo. Vanaf het begin al dat je per wedstrijd bekeken? Of had je toen wel de afspraak gemaakt van nou, in die wedstrijden keep jij gewoon, Robin? Nee, want ja, je weet ook niet hoe ver je in de beker komt. Dus ik kan moeilijk zeggen, de eerste 4 keep jij en dan gaat een ander keeper. Dus we hebben dat per keer bekeken. En uiteindelijk vind ik, dat zei ik ook net bij je collega's, op het moment dat je voor het eerst in 25 jaar een bekerfinale kan halen als club, ja, vind ik dat je eerst keeper moet keepen. En dat heb ik ook met de keepers besproken. Hoe reageerde Robin? Spelen wil altijd spelen. Alle spelers die je niet opstelt en die je uitlegt waarom, zijn teleurgesteld. Dus hij ook. Aan de andere kant is hij ook wel realistisch. Ja, als ik dan zo om me heen mensen hoor, dan is iedereen van nou, NEC 1-4, 1-3, die moeten toch wel winnen van dat Cambuur. Maar ja, zo makkelijk is dat toch niet? Het is niet makkelijk. Ze hebben niet een beetje een seizoen op zijn ups en downs daar, maar makkelijk wordt het niet. Het is een laat wedstrijd, slecht kunstgras en wedstrijd van het jaar bij hun, dus we kunnen aan de bak. Maar de laatste keer inderdaad wel goed resultaat, want toen won je met het doelpunt van Jerry. Ja, dat hoorde ik inderdaad net. Ja, dat 1-0, een goal van mij inderdaad. Dat is een tijd geleden alweer. Maar dit is een hele andere wedstrijd. Dit is ook bekervoetbal. Je ziet dat door de hele campagne door, zie je verrassing na verrassing. Elke speelronde is er wel weer een verrassing. Maar als we daar gewoon hetzelfde doen wat we altijd doen, 100% gefocust zijn, dan
dan zijn we moeilijk te verslaan. Hier heeft iedereen er in ieder geval heel veel zin in die halve finale van de KNVB-beker. Nou, wij ook. En daar gaan we ook nog eventjes op voortbeduren. Vanavond om 9 uur, tussen 9 en 10 op radio en televisie, zullen we een uur lang het hebben over de halve finale, over de beker en over NEC. Met gasten in de studio, met Arno Arts, heeft 3 seizoenen bij Cambuur gespeeld, 5 seizoenen bij NEC gespeeld. We gaan het hebben over, nou ja, de keeper Jasper Cillissen, die keept dus. Is dat de juiste of had toch Robin Roels moeten keepen? We gaan het met de oud-keepertrainer van NEC en keeper van NEC hebben, Ivo de Bruin. En we gaan er even bellen met Leeuwarden, want ja, hoe staat het er daarvoor? Hoe is het met Cambuur? Kan hij ons iets vertellen daarover? Dat vanavond op radio en televisie, dus bij RN7 tussen 9 en 10. En wij hebben ook ruimte voor jouw vraag. Dus je kunt inbellen, je kunt je mail doormailen. Laat het in ieder geval even weten. Dan zien wij het verschijnen en dan kom je misschien wel bij ons in de uitzending. Dit was de NEC-update dan weer voor vandaag. Maar we zijn natuurlijk heel snel weer en we zijn er morgen gewoon weer bij. Live op de radio vanuit Leeuwarden. De halve finale tegen Cambuur. Ik zeg heel graag tot de volgende update.